welkom allemaal bij deze pioneering vlog. Ik ben vandaag bij Jansen de Jongbouw in Hengelo. Want hier is vandaag een pioneering sessie en die gaat volledig over woningbouwconcepten. En dan alleen maar circulair. Hoe gaat dat nou eigenlijk en hoe werken nou allemaal verschillende partijen hier aan? Dat gaan we vandaag zien. En ik neem jullie mee en hopelijk vinden jullie het leuk. Nou Joke, jij bent van Stichting Pioneering. Vandaag een sessie natuurlijk. Wat verwacht jij ervan? Ik hoop eigenlijk dat we met z'n allen goed even gaan nadenken hoe we die opschalen kunnen bereiken. Ja. Dat we willen opschalen. We moeten heel veel realiseren en dat willen we zo circulair mogelijk. Ja. En nu allemaal partijen bij elkaar gebracht. Met verschillende ideeën van hoe kunnen we dat nu bereiken. Ja. Oké, ik ben benieuwd naar vandaag. Ja, ik ook. Nou, Patrick zie ik op je naamkaartje staan. Leuk dat je er bent vandaag. Wat is jouw verwachting voor vandaag? Mijn verwachting is, ik wil graag horen hoe andere bedrijven aankijken tegen circulariteit. Het probleem is vaak dat iedereen wel wat doet, maar niemand de kennis deelt. En waarschijnlijk kunnen we met elkaar meer bereiken. Dus dat hoop ik vandaag te horen en kijken of ik nieuwe dingen hoor. Ja. Ik ben van de Voskamp-groep, toeleverancier in de bouw. Ja, precies. En als leverancier, wat voor samenwerkingen kun je daar even opzoeken? Ja, wij faciliteren natuurlijk de bouwbedrijven om hun circulaire concept tot uitvoering te brengen. Ja. Dus eigenlijk begint het wat dat betreft bij jullie of bij de opdrachtgever, maar ook zeker bij de leverancier. Ja, wij kunnen onze bijdrage leveren. De vraag is, wat doe jij zakelijk of privé om de circulaire economie een slinger te geven? Onderzoek. Voordenken. Energie. Waterbesparing. Water. Planvorming. Planvorming. Kennis ontwikkelen. Wat ik opgestoken heb dat het onderwerp actueler is dan ooit. En dat de versnelling die gemaakt moet worden pure noodzaak is. Hè. Dat zien we ook eigenlijk met alles wat op dit moment om ons heen gebeurt. Allerlei crisissen waar we mee te maken hebben. Dat leidt tot een gigantische schaarste van materiaal, de circulariteit. We moeten uiteindelijk materialen ook gewoon uit werken gaan halen. Dus we moeten de kringlopen gaan sluiten. Ik ben zelf bijvoorbeeld heel erg actief in de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. Ja. Wat ik daar gewoon interessant van vind is, van het is belangrijk, maar het is ook urgent. En we hebben net nieuwe verkiezingen gehad. Overal moet in de gemeente gewerkt worden aan een nieuw college en een collegeplan. Ik denk dat het heel belangrijk is dat daar gewoon een goed uitvoeringsplan gaat komen voor elke gemeente. Ja, daar begint het echt wel, ja. Aan de voorkant. Ja. We hebben het heel erg gehad over innovatie vandaag. Allerlei dingen nieuw ontdekken. Terwijl voor mij is circulariteit eigenlijk ook vooral wel teruggaan naar het verleden. Toen we gewoon de mogelijkheden hadden om alles maar nieuw te doen. Dus helemaal gefocust waren op dingen gewoon steeds opnieuw maar gebruiken. Het herontdekken van het verleden. Dat is de innovatie. Een mooie conclusie, denk ik. Allereerst leuk dat we bij jullie mochten zijn vandaag bij Jansen de Jong. Leuk om te doen. Zou jij nog eens kunnen vertellen wat nou voor jullie circulair bouwen is? Ja, voor ons bestaat ons circulair concept uit het volledig losmaakbaar maken van de elementen, zodat de elementen kunnen worden hergebruikt. En dat enerzijds. En het tweederzijds is dat wij geen nieuwe grondstoffen meer toepassen, tenzij echt niet anders kan. Echt wel in twee zinnen, omdat je dat vroeg. Jij staat heel trots naast een prijs die jullie hebben gehoord. Ja, onze circulaire award die we vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat overhandigd hebben gekregen. Omdat ons concept daarin wel een waardering verdient. En daar zijn we enorm trots op. Ja. En nu nog grote stappen maken en genoeg kansen in de toekomst. Er zijn genoeg kansen in de toekomst. En we moeten die met elkaar weten samen met de markt en samen met de marktpartijen weten te realiseren. Maar er zijn inderdaad enorm veel kansen. Ja.